Over tweetaligheid in Brussel en de toepassing van de taalwetgeving, daar weet N-VA-parlementslid en senator Karel van Louwen alles van. Hij is een oud strijder van de Vlaamse zaak en woont al jaren in Brussel. Welkom Karel van Louwen van N-VA, maar we kennen u ook als een, laten we zeggen, flamboyant Brusselaar. En daar komt u nu weer met een vraag om de proppen. Hoe zit dat met die taalwetgeving, vooral dan in de Brusselse ziekenhuizen? En de aanleiding was, dacht ik, een incident die professor Mark De Vos, die we af en toe wel eens op televisie zien verschijnen, tot grote woede. Wat was daar eigenlijk precies gebeurd? Wel, het was inderdaad een incident van een familienet van professor De Vos, die blijkbaar werd opgenomen in Sint-Pieters ziekenhuis, officieel een tweetalig ziekenhuis, ja, waarbij die dus niet geholpen werd en waarbij die eigenlijk gewoon opzij werd gezet, tenzij dat hij Frans of Engels zou spreken. Dus dat is eigenlijk een vorm van taaldiscriminatie, ook een ongelijke behandeling. Als je in je hoofdstad, en voor mij is dat mijn stad waar ik woon, in het Nederlands wenst verzorgd te worden, dan word je eigenlijk gewoon opzij gezet, dan word je niet geholpen. En we spreken heel veel over discriminatie, de strijd tegen discriminatie, de strijd tegen ongelijke behandeling, en die moeten we voeren. Ook in onze eigen hoofdstad. En dan moeten we dat zeker in onze eigen hoofdstad doen. Waarom? Want vele mensen weten dat niet, maar dat is natuurlijk een uitvloeisel van de taalwetgeving. Hè? Er zou elke Vlaming of elke Franstalige moet het recht hebben om in zijn eigen taal behandeld, verzorgd, noem maar op te worden. Dat klopt. We hebben eigenlijk heel goede taalwetten. En die worden in Vlaanderen goed gerespecteerd. Die worden in de rand gerespecteerd. Maar die worden in Brussel niet gerespecteerd. Officieel een tweetalige hoofdstad. Hè? Wij zijn een volledig tweetalige hoofdstad. Wij zijn geen faciliteiten. Wij zijn een volwaardig tweetalige hoofdstad. Dat wil zeggen dat je op het gemeentelijk niveau moet kunnen geholpen worden in het Nederlands. Gebeurt niet. Bij gewestelijke diensten geholpen worden, gebeurt niet. Bij de brandweer, bij de politie, zelfs dit weekend heb ik zo nog iets gehad, ik moest de politie bellen. Twee Franstalige politieagenten die mij niet konden verstaan, geen verhoor konden maar maken. Maar met alle respect, u spreekt toch ook wel een aardig mondje Frans? Dat klopt, maar er is een wet die inderdaad zegt dat men in twee talen moet geholpen worden. En wanneer men inderdaad in een soort noodsituatie zit, opgenomen wordt op een spoed van het ziekenhuis, wanneer men inderdaad het slachtoffer is van een ongeval, wanneer men inderdaad wel onder druk, onder stress staat, dan is het toch wel logisch dat men geholpen wordt in uw eigen taal. Dat klinkt allemaal heel logisch, maar de realiteit is natuurlijk helemaal anders, omdat er gewoon in Brussel veel te weinig Nederlandstalige ambtenaren, politieagenten, verpleegkundigen, dokters zijn. Wat moeten we daar dan mee aan? We kunnen die mensen toch niet dwingen om Nederlands te spreken, of wel? Wel, we kunnen natuurlijk ervoor zorgen, of de Franse gemeenschap kan ervoor zorgen, dat zij tweetalige aflevert in het onderwijs. Ik stel vast, Nederlandstalig onderwijs in Brussel levert tweetalige af, die dan inderdaad wel degelijk een job vinden. Stellen vast, het Franstalig onderwijs levert geen tweetalige af. Zij hebben eigenlijk ook een enorme verplichting om in te zetten op die tweetaligheid. Om inderdaad mensen een kans te bieden hier in Brussel op de arbeidsmarkt, in de ambtenarij en dergelijke meer. En op die manier zou Brussel een echt doorleefde tweetalige stad zijn. Natuurlijk, maar Brussel is al lang geen tweetalige stad meer. Het is een meertalige stad. Hoeveel talen worden er in Brussel gesproken? Ik zou het niet kunnen zeggen. Dus die taalwetgeving die dateert denk ik uit 1963, 1964, 65. Die strookt niet meer met wat we nu in 2023 beleven. Dus het klopt toch eigenlijk allemaal niet meer. Ja, het klopt wel degelijk, omdat er twee institutionele talen zijn. Wat mensen thuis spreken in vriendenkring op straat, uiteraard, dat doet er eigenlijk niet toe. Mm-hmm. Maar wat mensen ten aanzien van een overheid mogen verwachten, is uiteraard dat die in die twee talen, die twee officiële talen, worden geholpen bij de politie, ziekenhuis en dergelijke meer. Maar ik zeg het net, dat stamt toch uit een tijd toen we nog een zeer grote Franstalige gemeenschap hadden. Een grote Nederlandstalige gemeenschap. Ja, en daarbuiten bestond er niet veel. Dat is anno 2023 toch niet meer het geval. Ook het aantal Vlamingen is sterk in aantal afgenomen. Wel,
Of dat het aantal Vlamingen is afgenomen, dat betwijfel ik. Bij de laatste verkiezingen hebben we gezien dat er eigenlijk meer mensen voor Nederlandstalige lijsten gestemd hebben. En we zien hier inderdaad ook veel jonge Vlamingen die hier komen wonen. Ja, we zouden dat maar op één manier kunnen meten, natuurlijk. Dat is door nog eens een talentelling te organiseren. Maar dan stijgen de Vlamingen en willen dat nooit meer meemaken. Dat klopt toch ook niet. Maar er is een andere telling die eigenlijk echt wel relevant is. En dat is het onderwijs. Mm-hmm. En dat zien we in een stad waar dat men soms denkt dat ongeveer 8-10% van de mensen Nederlandstalig zouden zijn. Dan stellen we vast in het onderwijs dat ongeveer 20% van het onderwijsaanbod, 20 tot zelfs 23% in het Nederlands, leerlingen naar het Nederlandstalig onderwijs. Dus wanneer u zegt een talentelling, dan stel ik toch vast dat er eigenlijk al een soort van, van bestaat. We weten natuurlijk dat vele Franstaligen hun kinderen naar Nederlandstalige scholen sturen. Niet per se om Nederlands te leren, maar wel omdat ze vinden dat de kwaliteit gewoon beter is. Dat is inderdaad zo. Ze willen ook wel Nederlands leren, omdat men natuurlijk weet, sommige mensen toch, dat dit inderdaad zorgt voor werkgelegenheid, dat men meer kansen dan heeft op de arbeidsmarkt. En men weet ook wel dat het Nederlandstalig onderwijs goed is. En daarom zeg ik niet dat het Franstalig onderwijs minder goed is, maar we kunnen toch vaststellen dat inderdaad uit vele Franstalige scholen... Die keuze is er nu eenmaal. Hè? De keuze ouders, is er, er is een vrije keuze. Maken een vrije keuze, precies. Ja. Nu had u die vraag wel paraat voor minister Dalle, die niet alleen minister is van jeugd en van media, maar ook nog Brussels minister in onze ingewikkelde grondwettelijke instellingen enzovoort. Hij zou volgens u beter zijn best moeten doen en op tafel gaan kloppen bij de Brusselse regering natuurlijk. Want laten we eerlijk zijn, het is de Brusselse regering die nalatig is, niet de Vlaamse regering. Maar ik denk dat de minister wel iets harder op tafel kan slaan. Vooral omdat hij eigenlijk een soort band heeft met Brussel. Hij is een soort bruggenbouwer. En zo is hij lid van wat we noemen ingewikkeld de GGC. Dat is eigenlijk een vehikel van die Brusselse regering. Ja, dat is de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie waar zowel Nederlandstaligen als Franstaligen bijeenkomen om hun gezamenlijke kwesties te bespreken. En hij is daar, denk ik, officieel waarnemend lid van. Maar hij wordt nooit uitgenodigd. Dat klopt. Dus daar is eigenlijk een wet die bepaalt dat de Vlaamse minister voor Brussel, maar evengoed de minister van een Franse gemeenschap die een bevoegdheid heeft over Brussel, dat die waarnemend lid zijn. Op die manier kunnen ze dus eigenlijk dossiers, probleemdossiers, agenderen, zoals bijvoorbeeld die tweetaligheid in de Brusselse ziekenhuis, en op die manier hun collega's in die Brusselse regering erop wijzen dat er iets aan moet gedaan worden. Onder druk zetten, maar meer kunnen ze toch ook niet doen? Ze kunnen het nu eenmaal niet afdwingen. Hè? U kan 100% gelijk hebben van te zeggen, ik wil dat ik in het Nederlands behandeld word of verzorgd word, maar ik kan het nou eenmaal niet afdwingen. Wel, vanuit inderdaad die gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, dus dat vehikel van de Brusselse regering, kan men eigenlijk voogdij uitoefenen op die Brusselse ziekenhuizen. En kan men inderdaad dat personeelsbeleid beginnen te sturen, ervoor zorgen dat er wel tweetalige dokters, verpleegkundigen. En als men altijd zegt, ja, maar men vindt geen tweetalige, men vindt er wel degelijk. Men zoekt niet genoeg. Ik zeg dat men inderdaad niet genoeg zoekt. Ik stel vast dat bijvoorbeeld het UZ Brussel, verbonden aan de VUB, dat is een eentalig ziekenhuis, als een Vlaams ziekenhuis. Maar daar vindt men wel tweetalig, daar vindt men zelfs meertalig. Mensen die uit de rand komen, mensen die uit Brussel komen. Als men inspanningen doet, kan men ze wel degelijk vinden. En bovendien, Vlaanderen investeert ook in het Huis van het Nederlands, die er inderdaad voor zorgt dat er Nederlandse les wordt gegeven. Opnieuw een inspanning van Vlaanderen in Brussel. Stel we vast dat heel wat, eigenlijk maar een beperkt aantal gemeenten en ziekenhuizen daarop inschrijven. Men heeft toch nog altijd een beetje die minachting. Er is nog werk aan de winkel, met andere woorden. Ja, ja. Er is inderdaad veel werk aan de winkel. Okay. Maar men moet gewoonweg op tafel staan. Men moet dus nood zelfs die Brusselse regering in gebreken stellen. En wat ik nu heb gevraagd is het dossier te agenderen op het overlegcomité. Dan gaan we zien of u tenminste dezelfde taal spreekt. Ik bedoel minister Dalle en u, meneer Van Louwen, om te zien dat we geen Babylonische spraakverwarring krijgen, maar elkaar misschien beter verstaan, ook in Brussel. Bedankt voor het gesprek.